Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video en welkom terug op mijn kanaal. Ik moet zeggen dat ik deze video bijna had uitgesteld tot een andere dag. Ik moet namelijk echt mijn haar wassen. Het begint een beetje vettig te worden aan de aanzet. En dat is natuurlijk voor een video niet optimaal. Maar toen bedacht ik mij dat het jullie waarschijnlijk ook wel eens voorkomt dat je bijvoorbeeld naar school of werk moet. En dat je haar net eigenlijk te vet is, maar je geen tijd hebt om het te wassen. Of je haar is sneller vet geworden dan je had verwacht. Dus het leek me wel leuk om wat kapsels te gaan maken die makkelijk en snel zijn. Maar die er wel voor zorgen dat je dat vettige op de aanzet niet zo erg meer ziet. En op die manier kun je dus gewoon weer naar school, naar werk of wat je ook moet doen. Dus ik dacht van laat ik deze video opnemen. Hij is volledig onvoorbereid. Ik heb nog geen idee wat ik ga maken. Dus ik ga gedurende de video iedere keer nadenken wat ik kan gaan doen. Ik merk ook in de salon dat er nog steeds heel veel mensen zijn die er een beetje mee struggelen. Die bijvoorbeeld elke dag hun haar wassen en dat eigenlijk willen gaan rekken. Dus willen gaan uitstellen. En daar is deze video denk ik ook wel heel geschikt voor. Omdat ik eigenlijk altijd adviseer van nou draag het los. Is het de tweede dag vet, draag het dan vast. En probeer dan op die manier te zorgen dat je het bijvoorbeeld pas de derde dag gaat wassen. Dus met deze video kom je misschien net een stapje verder. Maar laat dat eens weten hoe vaak jij je haar wast. Omdat ik toch wel vaak nog hoor dat het bijna iedere dag gedaan wordt. En ik ben benieuwd hoe jij dat eigenlijk doet. En misschien heb je hier wat aan en kun je ervoor zorgen dat je het, nou ja, misschien op zijn minst in ieder geval één dag kunt uitstellen. En aan het einde geef ik ook nog even een tip. Dat is een soort huishoudmiddeltje, zeg maar. Voor als je droog shampoo op is of je hebt niks in huis, dan kan ik je, dat was hetzelfde, hè? Op of niks in huis. Maar ik ga jullie dan in ieder geval een middeltje laten zien hoe je ervoor kunt zorgen dat je haar wel weer vetvrij is als het ware. Laten we gewoon lekker beginnen. Wat ik in deze video ga gebruiken zijn doorzichtige elastiekjes. Ik heb in dit geval de elastiekjes van Zenner. Nu vind ik dat best wel zonde, want er zit ook een halfje met allemaal witte bij. En die gebruik ik zelf eigenlijk nooit. Dus dat gebruik ik dan als ik iets oefen of wat dan ook. Als ik weet dat het toch er weer uitgaat. Ze hebben wel gewoon doorzichtige bij de drogist. En ik weet dat die bij de Action ook echt heel erg fijn zijn. Nu hebben ze alleen niet altijd, dus je moet dan geluk hebben. Dus daar gebruik ik ook vaak de doorzichtige elastiekjes van. En verder gebruik ik schuifspelden. En let erop als je schuifspelden koopt dat het een beetje mat is, zeg maar. Dus niet de glimmende metaalachtige speldjes, maar de matte speldjes. Die zorgen er namelijk voor dat er grip is. En die glijden niet uit je haar weg. Nou, zoals ik net al zei is mijn haar wat vet. Ik haal even het elastiekje eruit. Volgens mij heb ik dan ook lekker een knik. Nou, dat valt dan nog wel weer mee. Dat is wel fijn met de Invisibobble. Ik zal het even laten zien. Kijk, je ziet hier dat hij al wat meer in plukjes wil. Zie je? En dit wordt eigenlijk het moment dat ik denk van, het kan net wel, net niet, zeg maar. Maar het is, ja, niet schoon in ieder geval. Even kijken, wat gaan we doen? Want ik heb het dus niet van tevoren bedacht. Wat belangrijk is, is dat natuurlijk je scheiding vettig is en vaak je kruin. Dus op het moment dat je hier een vlechtje maakt, zou het natuurlijk kunnen dat je hem die kant op vlecht. Maar wat er dan wel gebeurt, is dat je natuurlijk nog steeds je kruin open hebt. Of open, los hebt, zeg maar. Dus daar kun je dan nog steeds dat vet wel een beetje zien. Dus dat is niet handig. Dus wat ik ga doen, is hem naar achter vlechten. En dan ga ik even een wat rechtere scheiding trekken. En dat doe ik ook aan deze kant. Onder mijn kruin door. Als het ware een beetje een rondje. En dan dit haar hebben we allemaal niet nodig. En dan gaat dit naar achter. Dan ligt het er een beetje aan welke vlecht je makkelijk of moeilijk vindt. Vind je het lastig, pak het dan gewoon naar achter. En doe er gewoon een simpele normale vlecht in. Kijk, dan doe je hem gewoon zo. Dus dan valt hij naar achter toe. En dan vlecht je hem gewoon een stukje door. In dit geval wil ik wel even een opvlecht of invlecht maken. Wat zullen we doen? Als je hem erop hebt. Ja, ik ga hem erop doen. Want als ik hem erop maak, kan ik hem namelijk uittrekken. En dat vind ik altijd wel heel gaaf om een wat grotere, grovere vlecht te maken. Dus ik vlecht iedere keer en ik doe de plukken onderlangs. En ik doe er eerst een paar normaal. En dan ga ik invlechten.
moet je alleen even hier zorgen dat je iedere keer het haar tot aan de scheiding erbij pakt. Dus het is even goed voelen. En dan ga je eigenlijk door totdat al het losse haar op is. Nou, dat is nu gedaan. En nu ga ik eigenlijk ervoor kiezen om gewoon een verder te maken in een normale vlecht. Zo. En stik je erin. En wat ik nu ga doen is hem dus uittrekken. Dan doe ik dit haar weer los. Dat mag er weer overheen vallen. En ik trek hem wel uit, maar ik hou hem voorin. Ietsje kleiner, want je wil niet natuurlijk heel je vlecht lostrekken. En wat ik nu doe is wat lak erbij. Over het algemeen is lak een wat droger product. En daardoor valt ook het vettere vaak iets minder op. En ik spray hem er gewoon even een beetje lichtjes overheen. En ik aai ook hier even alle babyhaartjes weg. En dan is de rest dus los. En op deze manier heb je dus de bovenkant vastgezet. Dus je voorkomt dat hij hier in plukjes valt. En aan de achterkant valt hij precies over je kruin heen. Zodat je ook niet tussen je haar doorkijkt. Zo, ik heb de vlechten weer uit. Wat trouwens een hele handige tip is. Mocht je nu 's avonds eigenlijk al merken dat je geen tijd hebt voor de volgende dag om je haar te wassen. Draai het dan heel strak op een knot, want dan krijg je net een beetje die slag die er bij mij nu nog in zit, zeg maar. En dat zorgt ervoor, zoals net, dat die vlecht net wat toffer valt, omdat je dan net een beetje zo'n waterval-effect van slaagjes hebt, zeg maar, van slag. En dat zorgt er dan ook voor dat het absoluut niet opvalt dat je haar gewassen moet worden. Dus dat is een handige tip van mij. Wat ik tegenwoordig wel heel erg leuk vind, zijn een beetje die hoge knotjes bovenop je hoofd. Ik droeg het eigenlijk nooit, maar ik merk als ik het heb, dat ik er echt vrolijk van word, dat het er gewoon leuk uitziet. Ik vind het fijn als ik mijn haar los heb, dat ik hier bovenop toch nog ook wat zie, zeg maar. Dus het moet wel voor mij een beetje hoog zijn. En wat ik nu ook weer ga doen, is ik pak net een beetje haar, tot net iets hoger dan net, zeg maar. Dus ik ga een beetje door tot ongeveer mijn kruin. Want daarna ga ik een beetje die wakkige knot zo maken dat hij over mijn aanzet heen valt. Waardoor je niet zou zien dat hij in plukjes valt. En wat ik dan doe, ik pak weer gewoon een gedeelte van mijn haar op. Je kunt zelf kiezen wat je wil natuurlijk. Je kunt ook al het haar erbij pakken. Zullen we dat anders doen, dat hij net even wat anders is? Zelf persoonlijk doe ik hem altijd zo. Dus dan laat ik wat haar loshangen. Maar misschien is het nu wel handig om dat te laten zien. Dan pak ik hem echt vanaf mijn oor. Maar wel schuin omhoog. En dan aan de achterkant krijg je zeg maar dit. Dus je ziet dat ik zeg maar dat gedeelte onder die kruin hier niet heb meegepakt. Want ik wil namelijk wel hier natuurlijk gewoon nog wat haar overhouden. En op het moment dat ik de helft van mijn haar in die knot doe, wordt het natuurlijk een beetje dunnetjes allemaal. Nou, ik pak weer een elastiekje. En ik doe mijn haar gewoon even met mijn handen, want het hoeft van mij niet te strak. En ik zet mijn haar vast. En eigenlijk een beetje rommelig, dus net even die knot niet helemaal door het elastiek heen trekken. En dan ga ik beginnen met even die voorkant een beetje vastzetten, want zoals ik net al zei wil ik dus haar zien bovenop. En aan de achterkant trek ik hem dus over die aanzet heen en zet ik hem ook vast.
ik wil hier nog iets meer haar hebben. Dus ik heb hier nog een lusje. Dus die zet ik er hierbij. Ja, zie je wat ik bedoel? Ik wil altijd wat haar zien of zo. Je kunt het nog ietsje nonchalanter maken door hier een beetje wat haartjes los te trekken. Ja, en ik zal het even laten zien. Je zag dat ik super snel klaar was, hè? En je hebt dan net even weer... Ja, ik weet niet, het doet gewoon denken aan zomer en festival. En ja, ik weet niet. Ik word hier gewoon blij van. Ik zal je laten zien hoe het eruit ziet. Nu ga ik die knotten uithalen. Nu kun je heel moeilijk doen en hem loshalen en je haar waarschijnlijk een stukje afbreken of wat dan ook. Ik trek gewoon het elastiekje stuk. Je krijgt, weet ik voor wat, hoeveel elastiekjes. Volgens mij zijn het iets van 100. En als je ze bij de Action haalt, kost het echt, wat is het, 50 cent of zo. Dus trek het dan los. Dan heb ik liever dat het elastiekje stuk is dan dat je haar afbreekt. Ja, nu moet ik nog aan bedenken wat ik nu weer met mijn haar doe. Dat is het... Het gekke aan video onvoorbereid opnemen. Ja, ik heb wat bedacht. Want eigenlijk waren allebei de kapsels natuurlijk vrij los. Laten we eens een keer wat vast doen. Ik ga een zijscheiding maken. En die hoeft niet mega netjes hoor. Ik vind het zelf altijd wel leuk als die net even een beetje rommelig is. En dan goed weer over je kruin heen. Nou, ik heb de borstel. En ik kan het gewoon wat strakker. En ik wil hem zo meteen naar achter. Dus ik ga een beetje achter mijn oren kammen. En ook weer bij je kruin goed naar achter kammen. Zodat hij goed dicht valt. En als je 's nachts nou slaapt met een knotje. Doe hem dan ook op deze manier. En draai hem. Helemaal in elkaar. Op deze manier. En dan ga je slapen. Dan is je kruin namelijk al meteen mega mooi dicht. Ook de volgende dag. Als je krullen hebt, dan raad ik altijd aan om een losse knot bovenop je hoofd te plaatsen. Maar als je een beetje vetter haar hebt, dan gaat die eigenlijk een beetje als een bolletje vallen. En dan kan die dus wel een beetje in sliertjes vallen. Dus dat is niet handig. Dus draag hem dan op deze manier. Ik moet zeggen dat ik dit ook al heel erg leuk vind eigenlijk. Hem gewoon eens vastzetten. Dit is wel een beetje zakelijke secretaresse look, maar laten we het gewoon eens doen. Wie van jullie kijkt er trouwens American Idol? Als jullie dat doen, vertel nog even niet wie er gewonnen heeft, want ik kijk het dan gewoon als die in Nederland op tv is. Maar het grappige wel is dat ik eigenlijk, ja, Lionel Richie kende ik uit de jury en Katy Perry natuurlijk. Maar daar doet ook Luke Bryan mee en die kende ik eigenlijk niet. Die met country muziek en dat zie je natuurlijk niet zo heel populair. Maar toen ben ik hem gaan googlen. En ik denk dat ik een maand geleden nog nooit van hem gehoord had. En nu ken ik bijna elk liedje gewoon uit mijn hoofd. Jullie moeten het vast voorbij hebben zien komen op Instagram dat ik een stukje geplaatst dat ik aan het playbacken was. Maar ik vind zijn muziek zo leuk en zo vrolijk. Grappig is dat soms, hè, hoe je dingen kunt ontdekken. Op zich, ik weet ook niet waardoor dat komt, maar ik ben echt helemaal van de country. Misschien omdat we in september naar Texas gaan en zo, dat ik er al helemaal in zit om echt een beetje die vakantievibe te krijgen of zo. Dus ik ben benieuwd naar de hand, maar ik denk dat ik het nog steeds leuk blijf vinden. Maar inmiddels is de knot af. Zoals je zag heb ik hem net echt wel glad gevreven met mijn handen. Het voordeel nu het wat vetter is, is wel dat hij onwijs glimt zoals je ziet. En nu moet je er alleen voor zorgen dat hij dus niet in plukken valt. En daardoor, daarom moet ik zeggen, doe ik het met mijn handen en niet met een borstel of een kam. Omdat je dan de streepjes van de kam zeg maar ziet. Nou, je zag hoe snel deze af was. Heel erg handig als je zakelijke dingen moet doen of heel netjes moet zijn ergens voor. Maar ook als je bijvoorbeeld danst of zo, dan is het natuurlijk ideaal. Of met sporten of wat dan ook. Maar ja, gewoon een klein subtiel knotje. Heb je dun haar, kun je natuurlijk een donut pakken. Maar in dit geval heb ik mijn haar gewoon opgedraaid. Wat ik trouwens al even vergat te zeggen. Ik heb expres gekozen voor een diepe zijscheiding. Omdat je dan net even, er gebeurt wat meer in je gezicht. Dus net een wat bijzondere kapsel. Je kunt dan dus ook kiezen voor een lok.
Of als je een pony hebt of iets, kun je die ook laten zien. Maar op deze manier zie je dat mijn gezicht net wat mooier omlijnd wordt. Dan dat alles uit mijn gezicht weg zou zijn met bijvoorbeeld een middenscheiding. En in dit geval heb ik er ook nog voor gekozen om mijn scheiding een beetje schuin te plaatsen. Want kijk, als ik je nu recht aankijk, kijk je niet in mijn scheiding. Eigenlijk maar een klein stukje. Op het moment dat die volledig recht loopt, dus dan zou die eigenlijk hier moeten zitten, kijk je heel erg je scheiding in. Dus als het dan vettig is, dan is het vaak wat donkerder je aanzet. En dan valt het wel heel erg op. En in mijn geval heb ik ook nog best wel een uitgroeitje die ik moet bijwerken. Dus op deze manier, als ik je zo aankijk, dan kijk je niet heel die scheiding in. Nou, van zo'n strak kapsel moet je natuurlijk echt houden. Ik vind het wel tof, maar ik weet dat veel van jullie ook wel graag je haar willen zien. Wat ik even ga doen, is nu mijn haar naar achter doen en ik wil een zigzag maken. Ik doe mijn haar naar achter, want ik ga een zigzag maken en ik pak even een pen met de punt natuurlijk in. En wat ik doe, is ik teken de zigzag en je voelt wat je doet. En dan trek je het even uit elkaar. Kijk, op deze manier. Want dan heb je weer hetzelfde effect dat je dus niet recht in je scheiding kijkt. Dan kam ik hem even goed door. Het kan wel eens zijn dat je haar een beetje gaat opspringen. Kijk, maar je ziet dat hij eigenlijk tegen zijn haargroeirichting ingaat, waardoor hij een beetje boller komt. Ik gebruik deze techniek ook echt super vaak als ik volume wil, zonder dat ik mijn haar ga krullen of ga omvormen, zeg maar, met hitte. Dan doe ik ook wel vaak een zigzagscheiding. Kijk, want ik kan het wel laten zien. Kijk, als ik hem nu opduw, ik ben tegen mijn haargroeirichting ingegaan, zie je. Dus ik heb per direct volume. Dus dat is ook ideaal voor mensen die heel stijl of slap haar hebben. Dan hoef je nog niet eens echt wat te doen. Ik kan mijn kruin weer goed dicht. En wat nu heel belangrijk is, want ik ga er twee elastieken in doen. Maar ik wil absoluut geen scheiding over de achterkant. Dus het is best wel een beetje tricky, want ik heb het nu dus dichtgekamd. En nu ga ik aan de onderkant twee elastiekjes doen zonder dat ik er een scheiding in trek. En ik pak weer zo'n klein doorzichtig elastiekje. En dan zorg ik er dus voor dat ik hem hier open doe. Dit haar pak ik. En ik zet hem best wel ver in het midden vast. En met deze eigenlijk net zo, hè. Dus ik zorg ervoor dat het goed naar het midden is. En dan zet ik hem vast. Dan pak ik dit naar voren en ik zet er geen spanning op. Anders trek je hem alsnog naar de zijkant toe of wat meer in de scheiding. En ik maak er een vlecht in. Maar super los. Dus het hoeft niet per se zo te zijn dat je zo meteen de vlecht terug ziet. En dan ga ik ook dit weer helemaal uittrekken. En ze mogen echt goed rommelig worden. En dat kan als het goed is heel makkelijk, hè. Want ik heb zonder spanning gevlochten. Dus je ziet dat het eigenlijk zo losgetrokken is. Wat ik nu even ga doen is die elastiekjes een beetje bij elkaar vastzetten. Ik zet een speldje zo. En die andere zet ik er overheen. En die doe ik als het ware als een x'je. Dus die kruist over de andere heen. Kijk, en dan zitten ze in elkaar vast, zeg maar. Waardoor die niet losschiet. Nou, en nu ga ik die vlechten vastzetten, maar wel heel rommelig. En ik ga hem nog verder uittrekken. En ik doe hem ook om het elastiekje heen. Zodat het elastiekje meteen is weggewerkt. En ik pluk haar, dus het einde van die vlecht, die stop ik er dus in. Maar ik moet zeggen, bij deze look vind ik het helemaal niet storend als er pieken uitkomen. Ik vind het zelfs eigenlijk wel een beetje wat leuker. Dus ik trek er ook vaak aan om hem net eventjes wat rommeliger te maken.
Nou, ik had jullie nog een huistuin- en keukenmiddeltje beloofd. Dit is zelf iets wat ik af en toe gebruik als ik geen droog shampoo in huis heb. Let er wel heel goed op dat het geen witte waas achterlaat. Voor blond haar vind ik het wel redelijk veilig, moet ik zeggen. Want ik kan het echt wel gebruiken. En misschien denk je in het begin, oh jee. Maar dat effect verdwijnt weer. Let er even op met bruin haar. Test het even uit eerst. Dus niet op een dag dat je weg moet. Ik gebruik dan namelijk babypoeder. Ik heb dus altijd in huis. Ik poeder er al jaren mijn gezicht mee af. Ik heb een glanzende huid. En ik vind vaak dat make-up, zeker poeders, gaan oxideren. En nu heb je inmiddels natuurlijk de doorzichtige poeders. Maar toen die nog niet bestonden, pakte ik eigenlijk al deze. En ik moet zeggen, ik doe er een jaar mee of iets. En ik ben dus voor 3 euro klaar voor een jaar. Dus ja, ik vind het prima. En omdat ik die in huis heb, kun je die dus ook heel makkelijk gebruiken voor je aanzet. En dan moet je heel erg oppassen even met wat je doet. Ik strooi het er nu direct in, maar je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om het even wat op je hand te pakken. Dat is veiliger. En dan aai je het er even een beetje in. En nu zie je ook meteen waarom ik zeg van let even op met bruin haar. Wat je dan doet is je pakt dan heel weinig. Ik heb nu een beetje op mijn handen, maar het is bijna niks. Dus ik voel alleen maar het talc een beetje zitten. En ga er dan doorheen. Dus dat is een veiligere methode dan hoe ik het nu doe. Ik neem nu natuurlijk best wel een risico door er best wel veel in te doen. En wat je moet blijven doen is blijven wrijven. Want dat talcpoeder gaat namelijk het vet opnemen in je haar. En dan zie je ook nu al dat die begint te verdwijnen. Dus schrik niet meteen als je dit doet. Ik kom heel even heel dichtbij om te zien of het oké is. Ja. En ik doe dit dus alleen op mijn scheiding of bijvoorbeeld op mijn kruinen. Het is echt een soort last minute hulpje voor als je denkt, het kan echt niet, ik sta voor gek. En je kunt het er dus doorheen borstelen. En wat je kunt doen op het moment dat het wel een beetje mat is of wit uitgeslagen is, pak gewoon een handdoek en ga gewoon even schrobben over je hoofd heen. Haal je net het overtollige poeder eraf. En je zult zien als je haar vet is dat dat poeder het gaat opnemen. Dus uiteindelijk valt hij beter. Ik zal er ook niet in doorslaan. Zoals nu zie ik nog ietsje hier en daar dat hij net nog een beetje vettig oogt. Maar ik ga daar niet te veel mee doen, want anders ga je alleen maar je haar onwijs mat maken. En op deze manier zie je dat je het eigenlijk dan net weer een dagje red, zeg maar. Je kan het net even rekken. En ook die aanzet. Kijk hier. Zie je, hij oogt weer wat lichter. Dat donkere van dat vettige is er een beetje uit. En het is een prima oplossing, moet ik zeggen hoor. Op het moment dat je even geen tijd hebt. En geen product in huis hebt, dat trouwens ook. Want anders pak je natuurlijk je droog shampoo. Nou, dit was mijn video volledig geïmproviseerd. Ik wist van tevoren niet wat ik ging maken. Ik hoop dat jullie ze leuk vonden. En laat vooral even weten wat jullie graag op dit kanaal zouden willen zien. Hè? Wat zijn kapsels die jullie leuk vinden? Of bijvoorbeeld sterren waar jullie tegenop kijken? Willen jullie tutorials zien? Willen jullie productreviews zien? Laat het allemaal weten. Reageer gewoon hieronder. Zet alles in de infobox. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En druk even op het rode belletje. Dan krijg je in ieder geval een notificatie als mijn video online staat. Want YouTube gaat veranderingen maken waardoor je niet alle abonnementen meer in je lijst ziet. Dus het kan zijn dat ik dan verdwijn uit je timeline. Dus druk even het belletje, dan weet je zeker dat dat niet gebeurt. Ik zie jullie in een volgende video weer terug. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot een volgende keer. Doei!